Inge, waar zijn we naartoe? Op weg. Nou, we gaan naar die rotsen. Booking.com. Zeiden ze dat wij hier niet waren. Maar waarom zagen wij dus bij dat hostel? Dus eigenlijk hebben we gewoon gelogen. Maar waarom gaan we eruit? Ja, eigenlijk ook voor het meeste. Omdat het ook heel gevaarlijk is. Omdat we een hostel hebben. Daarnaast zit een kraan die een huis sloopt. En dat vinden wij heel gevaarlijk. Want als we een muur onze muur inslaan, dan zijn we dood. Wacht, en dat willen we nou niet. Hé, hey, wacht dan. Leg, kom maar even mee hier tussendoor. Vannacht niet hebben we kunnen slapen door de sloopwerkzaamheden. Nee. En de muren begonnen te trillen. Ja, we waren... Genoeg reden om eventjes op straat te gaan. Wordt vervolgd. Dat de Vietnamezen en de Chinezen niet kunnen. Hakken lopen, die loopt echt zo. Allemaal goud en rood, maar meer ik eigenlijk niet. Ook de vogelbekjes moeten weer gevoerd worden. Hetzelfde ben ik. Goed hap hoor. Ik wil ook niet. Maar ik heb geen vleesje, mag ik er een vleesje bij doen? Klein. Ja, goed zo.
En Lars, hoe vind je het smaak van papa? En Nick, wat vind jij ervan? Lekker? Want ik heb nu een complete schilderijselectie ontdekt met echt heel erg knappe dingen die in Nederland nooit voorkomen. Kijk erom. Hey Lars, hoe bevalt het hier? Best goed. Ik had een vreselijke normale bus met een harde stoeltje voorgesteld. Maar dit is gewoon een slaapbus. Super relaxed. En ik heb vandaag mijn hotspot geïnstalleerd. Mijn geheugenkaart. 12 gigabyte. Dus ik zit gewoon lekker op die achterbank te hotspotten. Heerlijk. Het eerste wat ons opviel is de weg. Normaal zouden wij in Hanoi, als we hier staan, allang dood zijn. 3 keer zelfs. Nu rijdt er enkel een taxi langs en om, ik denk 30 seconden weer heen. En dat is gewoon veel rustgevender. En je ruikt de bomen. Frisse lucht. We kwamen hier binnen en ik had meteen van, ik ruik frisse lucht. Want in Hanoi was het heel beklemd en benauwde lucht. Maar hier kan ik gewoon lekker ademen. En dat is heel fijn.